Helmut Marko, die is teruggekomen op zijn eerdere uitspraken om in België een nieuwe krachtbom voor Max Verstappen te introduceren. De Oostenrijker stelt namelijk dat het nog te vroeg is om daar een gridstraf voor te incasseren. De afgelopen paar races zijn voor Red Bull Racing duur komen te staan. In de openingsfase van de Britse Grand Prix werd Verstappen van de baan getikt door Hamilton. En in Budapest ging het weer mis. Ditmaal was het Valtteri Bottas die een flinke crash veroorzaakte, waar zowel Verstappen als Sergio Perez en natuurlijk nog een heleboel anderen bij betrokken waren. De krachtbonden van beide coureurs waren flink beschadigd en dat is reden tot zorgen bij Red Bull Racing. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de motoren van Verstappen en Perez niet meer worden gebruikt, vertelt Marco aan het Duitse Motorsport Magazine. Als we kijken naar hoe lang we nog door moeten gaan, ja, dan betekent dit dat we waarschijnlijk een vierde motor moeten gebruiken. Onlangs liet Marco al optekenen dat Red Bull overwoog om in Spa met de nieuwe motor op de proppen te komen, omdat dit circuit ontzettend goed leent voor inhaalacties. Maar toch komt de Red Bull adviseur terug op zijn eerdere uitspraken. Het is in Spa nog geen optie om een nieuwe motor voor Verstappen te incasseren. Eerst willen we afwachten of er nog mogelijkheden zijn met de motor, stelt de Oostenrijker. Mocht de motor toch niet meer te herstellen zijn, dan is het aan Red Bull de taak om een moment te vinden waar de gridstraf het minste pijn gaat doen. Dit is momenteel echter extra lastig, omdat de tweede helft van het seizoen nog niet vast ligt vanwege de pandemie. We moeten kijken wat het ideale circuit is om in te halen en waar we de boete kunnen betalen. Ik denk dat Amerika zo goed als vast ligt en dat geldt ook voor de andere belangrijke data, maar ik hoop nog steeds dat de kalender snel wordt afgerond, zodat we wat meer informatie hebben. Aldus, Helmut Marko. En op vrijdagavond kwam het nieuws dat de Dutch Grand Prix gewoon door mag gaan, zij in een afgeslankte vorm, want er mogen slechts 70.000 bezoekers op de tribune zitten, wat betekent dat dus duizenden kaartenhouders buiten de boot gaan vallen. Het is op dit moment nog een beetje onduidelijk welke criteria de organisatie precies gaat hanteren voor de tickets. Wat wel duidelijk is, is dat de kaarthouders volgende week meer informatie ontvangen. Uiterlijk woensdag 18 augustus worden de kaartkopers via e-mail geïnformeerd of ze dit jaar de race kunnen meemaken of nog een jaartje geduld zullen moeten hebben. Voor de fans die er helaas niet bij kunnen zijn, is er de mogelijkheid om hun tickets door te schuiven naar de Dutch Grand Prix van 2022 of een refund aan te vragen. Goed, dat was hem dan het GP Fans nieuws van de zondagochtend. Vond je dit een leuke video? Laat het dan even weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!